Het A-blad Dieselmotoremissie, DME, heeft de nationale goede praktijkencompetitie Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan gewonnen. Maar wat heb je nu eigenlijk aan zo'n A-blad? En hoe pas je het toe in de dagelijkse praktijk? Het A-blad is eigenlijk niks anders dan een afsprakenblad wat werkgevers en werknemersorganisaties samen opstellen. En aan de ene kant hebben we een afspraak over een ambitie, hoe ver willen we een blootstelling terugdringen. En aan de andere kant ook, hoe kunnen we dat nou praktisch oplossen, wat is de standaardtechniek? Oké, we zijn hier in Betondorp. Het is eigenlijk een dorp binnen Amsterdam. En wij doen hier voor de gemeente Amsterdam en Liander en Waternet het vervangen van de waterleiding, de gasleiding, het riool en de bestrating eigenlijk van gevel tot gevel. Omdat het hier een hele beperkte ruimte is, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Doordat dieselrook, dat soort dingen allemaal heel erg blijven hangen, maken we hier gebruik van zoveel mogelijk elektrische gereedschappen. Het A-blad, daar heb ik wel wat aan. Het A-blad hebben we gebruikt om heel goed uit te kunnen leggen binnen het bedrijf wat je er nou echt op de werken mee kan. De boodschap is, we kunnen het niet oplossen, maar wat kan je wel? En dat staat er heel duidelijk in en daar gebruik ik het voor. Nou, het werken met elektrisch materieel, dat werkt heel fijn voor ons, omdat wij daar niet in die dieseldamp hoeven te staan. En dat we geen geluidsoverlast maken en dergelijke. Ja, het is veilig, het communiceert makkelijk met je collega's die op de grond staan, het is stiller. Ja. Ja, geen warmte, het is ideaal. Ben je benieuwd naar het A-blad DME? Je vindt het op volandis.nl.